Het begon allemaal nadat ik besloten had om een penisverlenging te nemen. Niet dat ik een klein geschapen was of zo, helemaal niet, in tegendeel. Maar ik dacht van, als dit toch nog langer kan, waarom niet? Ah ja, waarom moet het alleen maar de kleine pimmeltjes zijn die langer worden? Ik mag toch ook een keer? Oké, dus. Nu, we weten allemaal dat niet de lengte is die van belang is, hè? Het is niet de lengte, het is... Hete. De wat? De breedte. De breedte? Ja. Ik zeg altijd, als hij lang genoeg is, kun je hem ook in de breedte gebruiken. Het is niet de lengte, het is niet de breedte, het is... Wat dat je ermee doet, maar natuurlijk dan. Oh my, dat is hier warm, zeg. Nee, het is niet wat je ermee doet. Het is niet de lengte. Het is niet de breedte. Het is... De? Sterkte. Mag ik u van harte sterkte wensen met uw erectie. Het is een... De sterkte, ja, de sterkte, ja, ja, ja. Ja, ik kan wel een paar valiezen dragen. Zonder aan. Nee, het is niet de sterkte. Het is niet de lengte, het is niet de dikte. Het is niet wat je ermee doet. Het is... De geur. Het is ook niet de geur. Het is niet de lengte, het is niet de dikte, het is niet de kleur. Ook hem de groen. Maar dat is gemakkelijk, want als het rood is, mag ik toch doorrijden. Nee, het is niet de kleur, het is niet de geur, het is niet de lengte, het is niet de dikte, het is niet wat je ermee doet. Het is... Alleen mensen met ervaring? Het is... Snelheid. De snelheid. Twee seconden, 3/10, dat had je niet gedacht, hè? Ik moet nog mijn broek afdoen. Hey, wat? Het is niet de snelheid, het is ook niet de traagheid. Want het gaat ook als van, oh, ik ga nog heel lang. Oh man, hey, ik ben hier al 3 dagen aan het neuken. Binnenkort komen ze terug, ik ben benieuwd wat ze ervan vindt. Het is ook dat niet. Het is niet de traagheid, het is niet de snelheid, het is niet de... Wat ook, zeg maar. Had niet fijn, zeg maar. Het soort gat. Ja, het soort gat. Ja, als, bij Koen Krukke is dat zeker het geval. Het soort gat. Nee, het is niet het soort gat. Nee, het is... Zeg het. Ik heb speciaal een bus ingelegd, dames en heren. De klare posator. U komt uit een streek waar ik weinig mensen al... Wat zegt u? De? De klare posator. Dan kunnen we eruit knippen, hè, jongens. De kleine plezante. Aan de kleine plezante. Dat is belangrijk. De kleine... Sterkte. De kleine persoon. Nee, het is niet. Dan zitten we weer over de lengte bezig en de breedte en zo. Daar gaan we het niet meer over hebben. Nee, het is gewoon wat dat eruit komt. Dat is van belang. Nee, dat is echt waar. Ik heb heel mijn leven, ik heb al alles geneukt. En ik heb al van alles geprobeerd op allerlei manieren. Ik heb het al gedaan met vrouwen, ik heb het al gedaan met schapen, met geiten, ik heb het al gedaan met kapstokken, met appels, met appeltaarten. En wat ik ook doe, het enige dat eruit komt is... Dat is toch triestig. Moest er nu nog benzine uitkomen, zo diesel of super, ik zeg maar iets.
zouden we nooit meer zonder benzine vallen op nodig. Goed, ja, ik zal ietsje later zijn, ik ben aan het tanken. Hè. Nee. Dus het begon allemaal penisverlenging. Het begon allemaal omdat ik besloten had om mijn penis te laten verlengen. Na de operatie, die uitstekend geslaagd was, leek mijn bovenlichaam nu niet meer in de juiste verhouding tot mijn onderlichaam. Door die lange lul waren mijn schouders precies te smal geworden. En op aanraden van mijn vrouw ging ik dus aan bodybuilding doen. Mijn schouders en mijn borstkas namen in omvang toe. En toen moest ik dus, om nog binnen te kunnen, mijn voordeur breder laten maken. Allemaal goed, hè wel. Maar nu klopte de verhouding van die verbrede deur niet meer met die van de gevel. De gevel dan maar verbouwd. Waardoor de tuin nu veel te klein werd in verhouding tot het huis. Gelukkig kon ik een stuk grond bijkopen. Dit viel niet in goede aarde bij de buurtbewoners die via een petitie toestemming kregen om de wijk uit te breiden. Waardoor er in het stadscentrum gigantische verkeersproblemen ontstonden. Met de verkiezingen in aantocht gaf de burgemeester opdracht om een nieuwe ring rond de stad aan te leggen. Achteraf gezien een stom idee, want nu werd er nog meer verkeer naar de stad gelokt. Dit tot groot ongenoegen van de steden in het rond, die nu allemaal extra inspanningen leverden om zoveel mogelijk volk naar zich toe te trekken. Stadskernen werden vernieuwd, metrolijnen uitgegraven, wijken onteigend en luchthavens aangelegd. Ziendrogen veranderde het land in een reusachtige metropool waarvan het CO2-gehalte in de lucht nu ook een probleem werd voor de buurlanden. Helsinki en Kyoto-akkoorden werden getekend en uiteraard met de voeten getreden. Het klimaat veranderde. De warme golfstroom viel stil. Een nieuwe ijstijd brak aan en door de aanhoudende kou verschrompelde mijn penis tot belachelijke afmetingen. Dit keer werd mijn nieuwe operatie evenwel de stelligste afgeraden. Dit brengt ons bij bewegelijk sperma. Nu, ik moet zeggen, mijn sperma is ongelooflijk bewegelijk, dames en heren. Als ik klaar kom in Gent, dan moeten ze in Antwerpen de pil pakken. Een ekster komt bij de oogarts. Zegt de oogarts, sorry, maar voor extra ogen moet je bij de pedicure zijn. Zeg je dat eigenlijk in Nederland, een pedicure? Ja. Ja. Zeg je dat vaak? Hoeveel keer per dag zeg je dat zo hier in Nederland? Een pedicure? Regelmatig. Eén keer in de maand zo? Nee. Nee. Eén keer per week. Eén keer per week. Ja. Pedicure. Oké, okay, nee, dat is goed. Dan hou ik dat erin.